Nou, even op full screen zetten. Zo is niemand zichtbaar. Nou, we hebben van tevoren natuurlijk een beetje besproken van ja, waar moet dit nou over gaan? En ons leek dus die link tussen spiritualiteit en psychologie wel heel interessant, hè, om daar eens naar te kijken. Maar om te beginnen, mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk van hoe ben je persoonlijk nou in aanraking gekomen met wat nu jouw gedachtegoed is? Hoe is dat gegaan? Ja, ik denk twee belangrijke invloeden. De eerste was dat ik in 1995 in aanraking kwam met een trainingsinstituut in Amsterdam. Mm-hmm. De Essence, waar je dus zelf trainingen kon volgen. En nadat je dan één of twee van die trainingen bij hun gedaan had, kon je daar blijven komen als assistent om weer te helpen bij trainingen voor andere mensen. Okay. En dat was eigenlijk een ontzettend mooie formule daar. Waar je dus, je betaalde twee keer een bedrag voor training om te volgen. En daarna kon je zonder te betalen, kon je zo vaak als je eigenlijk wou, kon je daar weer heen gaan. En er dan bij zitten bij die trainingen. En bij bepaalde onderdelen kon je ook een rol vervullen. Ten opzichte van dan die trainees, allerlei werkvormen. Waarin je dan als assistent, zeg maar, bijvoorbeeld mensen moest confronteren op een bepaalde manier. En in die periode, en dan geleidelijk aan kreeg je dan steeds meer verantwoordelijkheid te dragen als assistent. Totdat ik uiteindelijk ook een soort van hulptrainer geworden ben daar. Dus ik heb daar ontzettend veel geleerd. Op het gebied van ten eerste het leren kennen van mijn eigen neurotische ego-patronen. Ja. En daar ook een klein beetje als het ware aan trainen om die wat gezonder te maken. Ja. En maar ook heel erg in het werken met groepen. Wat ik dan daarna gedaan heb als eerste eigenlijk toen ik mijn stoppen met roken cursus begon. Dat was nog in diezelfde tijd. Waarin ik een soort opleiding volgde om daar trainer te worden. En toen werd het heel erg aanbevolen om je eigen training te gaan maken. Mm-hmm. Als onderdeel van die opleiding. Ja, ja. Dus heb ik een stoppen met roken training bedacht. En dat was weer omdat ik zelf vrij kort daarvoor gestopt was met roken. Mm. Op een manier die mij zo ontzettend meeviel. En die totaal anders was dan de manier waarop ik het al een aantal jaren eerder ook al eens had geprobeerd. Dat wat we dan doorgaans de wilskrachtmethode noemen. Hè? Dat je heel erg vanuit een soort zelfafwijzing vecht tegen je verslavingsgedrag. En nu had ik eigenlijk ontdekt dat je juist eerst die zelfafwijzing kunt loslaten. En dat was eigenlijk puur door toeval, omdat ik net weer zo'n training gedaan had bij dat instituut. En je weet hoe dat gaat bij die leuke, heftige persoonlijkheidstrainingen. Dan kom je even helemaal lekker in je vel. Dan ben je echt even helemaal blij met jezelf, omdat je al die enge, moeilijke dingen gedaan hebt. Dus ja. Ik zat helemaal even in zo'n bui van ik ben helemaal oké. Okay. En toen zag ik dat van, in zo'n bui ging ik vervolgens naar buiten om een sigaret te roken. En ineens besefte ik dat ik na het roken van die sigaret me minder goed voelde dan daarvoor. Ja, ja. En toen was ineens een soort van, waarom doe ik dit eigenlijk? En toen ben ik er eigenlijk zo gemakkelijk mee gestopt. Omdat het dus niet meer was vanuit een strijd tegen het roken. Ja. Maar vanuit een soort besef van, ik ga mezelf gewoon een plezier doen. En vanuit dus eigenlijk een soort positief gevoel over jezelf stop je dan met de verslaving. Nu, dat heb ik daarna natuurlijk heel erg, zeg maar, onderzocht en uitgewerkt in een soort training. Ja. En dan na een jaar heb ik daar dan ook dat boek over geschreven. Toen had ik een jaar lang mensen van het roken afgeholpen in die training. Dus ik had nog flink wat, zeg maar, vaardigheid opgedaan en kennis. Dus toen heb ik dat boek De Opluchting geschreven. Zo goed. En dus dat trainingsinstituut, dat heeft me echt ontzettend veel gebracht op dat gebied van persoonlijkheidsontwikkeling. En daarna kwam ik in aanraking met Tibetaans boeddhisme. Mm. En dat is eigenlijk sindsdien is dat mijn grote inspiratiebron geweest. Tot een jaar of 6 geleden was dat de enige inspiratiebron. En daarna kwamen er ook nog eigentijdse vormen bij, zoals non-dualisme, Advaita, Sufi, dat soort dingen. Ja, dat maak je zelf de brug naar mijn volgende vraag. Vanuit welke hoeken haal jij dan jouw inspiratie in? Misschien daarbovenop dan. Wat raakt jou dan het meeste aan dat? Want ik wist dit natuurlijk. Hè, maar dat is dan meer een beschrijving. Hè. Ik haal het uit het Tibetaans boeddhisme. Wat dan precies? Zou je dat kunnen vatten voor kijkers? Wat,
wat voor jou zo'n bevrijdende... Ik herinner me dat nog. Ik was dus best wel al een hele tijd met de psychologische benadering bezig. Mm-hmm. Ook vanuit mijn opleidingen, omdat ik heb ooit nog eens een keer pedagogiek en onderwijskunde gestudeerd. En dus dat hele idee dat, dat het denken heel erg van invloed is en denkpatronen heel erg van invloed is op ons welzijn, daar was ik wel vertrouwd mee. En toen las ik in 1998 voor het eerst een spiritueel boek. Dat was het Tibetaans boek van leven en sterven. En wat mij daar onmiddellijk zo, ontzettende eye-opener daarin was, was dat begrip natuur van de geest. Wat in Tibetaans boeddhisme als het ware verwijst naar je hebt gedachten en je hebt gevoelens. Maar er is ook iets wat de waarnemer is van gedachten en gevoelens. En die waarnemer is doorgaans zich van zichzelf helemaal niet bewust en heeft zich geïdentificeerd met die gedachten en die gevoelens. Nou, daar zat ik dus ook volop in. En het Tibetaans boeddhisme dan met name, die traditie die ze Dzogchen noemen, die is dus heel erg gericht op van leer nou eens een keer onderzoeken wie is nou eigenlijk de ervaarder, hè, de waarnemer van die pijnlijke en vrolijke gedachten en van die pijnlijke en prettige gevoelens. En als je dat begint te ontdekken, wie die waarnemer is, en dat is dus eigenlijk wie je werkelijk bent, in plaats van wat je denkt dat je bent, ben jij datgene wat die gedachten waarneemt. Dus dat begon echt met alleen dat al, die theorie die bij mij echt heel erg binnenkwam. En dus meteen een soort van, dat moet ik onderzoeken, want dan wil ik ook contact hebben met die waarnemende geest. En wat ze dan de natuur van de geest noemde. En in het traditioneel boeddhisme wordt dat ook wel de boeddha-natuur genoemd. Ja. En het is eigenlijk hetzelfde als wat ze in Advaita non-dualisme of de non-duale essentie noemen. En wat ze in Soefi liefde noemen of God. Verwijst allemaal naar hetzelfde. Maar dat was echt het eerste moment dat voor mij een soort van dat openen, een soort van er is nog een totaal nieuwe dimensie in het leren kennen van jezelf. En dat is dus niet alleen het leren kennen van al die dingen die je hebt leren denken en voelen over jezelf, wat een resultaat is uit het verleden, maar ook dat wat daarnaar kan kijken en de identificatie daarmee kan loslaten. Ja. Zodat je niet meer je gedachten en je gevoelens bent, maar dat je ze hebt. Dat klinkt heel zuiver en het klinkt heel bijna verstild of zo, als ik het zo hoor. Dat je, klopt dat? Ja, dat als je dat beoefent wel. In het begin was mijn fascinatie voornamelijk intellectueel. Ja. Ik bedoel, je leest zoiets. Natuurlijk, het raakt iets van binnen, maar daar heb je eigenlijk nog geen enkele controle over. Dus wat doe je als ego? Je denkt, dit is mooi, dit is boeiend. Dus ik begon met gewoon alles erover te lezen wat los en vast zat. En meteen ook, ik ging ook meteen naar die leraar toe om daar cursussen te volgen. Maar in het begin had ik nog helemaal niet door dat het eigenlijk over iets heel anders ging dan dat snappen. Ik was nogal heel erg gericht op, op dat rationele. Dus de eerste jaren heb ik alleen maar heel, heel goed geluisterd en heel veel gelezen. Totdat het me eindelijk tot me doordring dat je het met snappen niet gaat bereiken. Ja. Dat het juist gaat over iets wat fundamenteler is dan dat denken. En dat snappen is weliswaar nuttig geweest om te begrijpen dat je het met snappen niet kunt begrijpen. Ja. Dat, hè? Dus je moet een tijd lang moet je er wel over nadenken. In ieder geval sommige mensen zoals ik, die heel erg zo van, ik doe niks voordat ik snap dat het nut heeft. Dus voordat ik op een kussentje ga zitten en niks zit te doen, dan moet ik wel een soort van overtuiging hebben dat je daar wat aan hebt. Dat heeft 2 jaar geduurd voordat ik dat begon te snappen. Dat daar iets heel fundamenteels als het ware aan het licht komt. Als je oefent in het, niet het stopzetten van het denken, maar als het ware ernaar kijken en dan iedere keer proberen. Natuurlijk, af en toe word je ook meegesleurd door dat denken. Dan zit je weer helemaal in je denkende geest. Maar telkens die momentjes dat je dat dan even weer beseft. Dat je even soort van, oh, wat was ik aan het denken. Dat is even zo'n moment dat je even er vrij van bent. En in het begin zijn dat nog fracties van seconden dat je dat even hebt en dat denken is zo dominant aanwezig. En dan begin je geleidelijk aan te begrijpen waarom je zo volledig geïdentificeerd bent met dat ego. En zelfs als je al theorieën hebt gelezen over de-identificatie, dan is dat nog steeds het ego wat als het ware een soort spirituele correctheid aan het aanleren is. En probeert zichzelf wijs te maken dat die
het ego niet is. En pas als je dat, daar kan je dan ook weer naar, dat kan je dan weer zien. En het gaat in Dzogchen heel erg met humor en heel erg niet met veroordelen en willen veranderen. Ja. Dat is de kwaliteit van de Dzogchen-methode. Dus de theorie brengt je in aanraking met dat wat alles ervaart. En vooral dat denken en dat voelen kan ervaren zonder dat je dat bent. Maar hoe verander je die opvatting, die zeg maar theoretische visie in ervaren af en toe en dan geleidelijk aan een realisatie? Daar heb je oefeningen voor nodig. En de kwaliteit van die oefeningen, die is heel erg kijken naar alles wat je doet, ook wat het ego doet, met lichtheid, met humor. En vooral zonder dat te veroordelen en zonder te streven naar verlichting, zonder te streven naar meer compassie of wat dan ook. Dat is allemaal domein van het ego. En nogmaals, het is niet verkeerd dat het ego ook zich oefent in gezondere dingen. In plaats van je buurman de kop in te slaan, compassie te gaan voelen voor hem, is hartstikke mooi. Dus geen kwaad woord over ego-ontwikkeling. Maar de essentie van dat allemaal zit hem in dat je bent dat ego niet. Mm-hmm. En dat je kunt dus die identificatie daarmee geleidelijk aan steeds meer loslaten. En dan blijft het ego nog steeds zeg maar de rol die je speelt in de wereld. En die kan je beter of slechter spelen. En de betekenis van beter betekent meer gelukbrengend voor jezelf en anderen. En slechter is hier niet moreel bedoeld, want dat kennen ze ook ze niet. Maar zeg maar negatief handelen wordt alleen bedoeld als handelen wat ellende oplevert voor jezelf en anderen. Dus dat kun je geleidelijk aan, kun je dat, zeg maar, kun je dat leren. Maar het is ook spannend, hè? Want wat jij nu eigenlijk zegt is van je moet eigenlijk überhaupt helemaal een beetje boven gaan staan. Hè? Dus we hebben ooit een discussie gehad en toen zei ik, want ik had je natuurlijk alles van jou gelezen. En het ging helemaal over het negatieve geloven en het fantastische heeft mij echt heel erg geholpen. Maar toen zei ik ook van, dat vond jij toen een goede vraag, daar was mijn ego heel blij mee toen. Is het niet ook een gevaar dat een negatieve geloof wordt vervangen door een positief geloof? Ja. En dat je daar dan weer aan gaat hechten. En dan blijf je dus, dat is een beetje wat je bedoelt, toch? Dan blijf je op dat niveau van... Dat is een van die vele valkuilen. Ja. Als je zeg maar te vroeg de theorie belangrijker vindt dan de beoefening, Ja. Dan ga je een soort conceptueel soort sluier leggen over het ego. En dan... Dat zie je tegenwoordig wel. Het is tegenwoordig erg in om mensen te vertellen dat ze moeten leren houden van zichzelf. Ja. En dat is bijna altijd is dat een soort conceptuele laag die er overheen gelegd wordt. Ja. Met affirmaties bijvoorbeeld. Dan ga je elke ochtend voor de spiegel staan en dan zeggen ik ben mooi, ik ben goed, ik ben sterk, ik ben krachtig en ik breng... Moet je daar weer in geloven? Dat, hè? Dus, en dan ga je daarin geloven. En dat is een soort suikerlaagje over die negatieve overtuiging die ook weer aangeleerd is. En pas... Daaronder zit dan wat werkelijk zelfliefde is. En dat is niet dat je alleen maar een soort fantastische idee over jezelf erop nahoudt. Nee, dat is dat je en je negatieve ideeën en je positieve ideeën, je fijne gevoelens en je pijnlijke gevoelens en je zelfafwijzing, dat je dat allemaal kan ervaren vanuit die liefdevolle blik, vanuit die essentie. Dus dan hou je van jezelf ongeacht hoe je je voelt. Ja. Dat is eigenlijk de crux hier. Terwijl de eigentijdse houden van jezelf is eigenlijk gewoon lekker in je vel zitten. Ja, daar is ook niks op tegen natuurlijk. Maar dat bereik je ook door een dag naar de sauna te gaan. Dan hou je meestal van jezelf. Ja, dat is waar. Prima zo. Prima wel. Maar is niet een spiritueel houden van jezelf. Ja, en op het eerste gezicht, hè, nu je me dit verhaal vertelt, hè, dat heb ik sowieso ook bij onthechting. Heb ik altijd een beetje een haat-liefde verhouding mee, merk ik. Omdat ik... En ik snap het en ik geloof erin en ik denk dat ik het, nee, niet zoals jij hoor, maar dat ik in zeker, ik ben onderweg, laat ik het zo zeggen. Maar misschien is het ook wel mijn ego of mijn hoofd die dan zegt van ja, het wordt wel heel vlak zo, weet je wel. Als je alles dan, als je je nergens echt aan hecht, als je niet die diepe, hoge lagen, weet je. Terwijl ik altijd hoor van mensen die echt verlicht zijn en ik beschouw jou tot die doelgroep, dat het juist nog veel intenser wordt. Op het moment dat je, klopt dat? Nee, wat je nu aansnijdt is inderdaad ook van een van die vele valkuilen. Ja. Die ontstaan door het, zeg maar, er is een stadium in de spirituele beoefening. Je zou kunnen zeggen, het is het eerste of het tweede stadium, afhankelijk van hoe je wilt beginnen met tellen. Maar dat is het stadium waarin je als het ware
een beetje geforceerd naar je eigen gedachten en je gevoelens kijkt met een soort van, ik ben dat niet. Je voelt je jaloezie bijvoorbeeld. En normaal doet dat pijn, maar dan ga je ernaar kijken. Maar dan ga je ook een beetje dissociëren. Dan ga je een beetje afstand nemen. Met apathie. Ik ben dat niet, ik ben de waarnemer. Hè? In Advaita heet dat de witness, hè? De getuige. Ik ben dat niet, ik ben die gevoelens niet, ik ben de getuige. Dus en daar je andere vannacht trekt inderdaad. Ja, precies. En daar zit dus inderdaad een soort, je neemt er afstand van. Maar dat is helemaal niet waar deze oefening over gaat. Maar dat is hoe het ego die oefening als het ware annexeert. En bedoel, mensen hebben al die neiging. De mannen gemiddeld wat beter dan vrouwen in het zeg maar zich afsplitsen van pijnlijke gevoelens. En dan komen ze op spirituele pad. En dan kan je daar meteen de argumenten aan ontlenen om daar gewoon heel vrolijk mee door te gaan met dat dissociëren van je pijnlijke gevoelens. En dan krijg je dus inderdaad een vervlakking. En hetzelfde, zeg maar, een variant daarop is de misvatting dat je als je eenmaal een spiritueel beoefenaar bent, dat je je niet zou mogen hechten. Ja. Maar het ego hecht zich en dat is gezond. Mm-hmm. Ja, dus laten we het hebben over zeg maar, je liefdespartner en eventueel je ouders en je kinderen en je vriendschappen. Het ego heeft gewoon die capaciteit om zich te hechten aan mensen. En alleen als het ego in zijn jeugd heel veel narigheid heeft meegemaakt met personen waar hij aan gehecht was, dan heet dat dat iemand een onveilige hechting heeft ontwikkeld. Wat in feite betekent een onvermogen om zich te hechten. En als die mensen op het spirituele pad komen, dan gaan ze spirituele jargon gebruiken om hun bindingsangst als het ware te legitimeren. Dus nee, het is gezond om je te hechten. En de spirituele visie zegt dus niet, je mag je niet hechten. Spirituele visie laat alleen zien, het ego hecht zich, maar jij bent dat ego niet. Dus laat dat ego zeg maar, zich gewoon zo gezond mogelijk gedragen. En dat betekent dus dat je je hecht aan je geliefde en aan mensen die jou nabij zijn op een gezonde manier. Ja. En dat betekent dus ook dat als dan je geliefde er vandoor gaat of je ouders gaan dood of wat dan ook, dat je ook een gezonde vorm van pijn ervaart, van rouw. En ook dat wordt meestal niet herkend als een heel gezond verschijnsel. Ja. En dus de problemen ontstaan niet door dat het ego zich hecht en pijn heeft als een hechting als het ware verbroken wordt. Nee, de problemen ontstaan door die volledige identificatie met het ego en dus met die gebeurtenissen, waardoor je, als er bijvoorbeeld iemand doodgaat waar je van houdt, kom je in een soort mindstream terecht van wat is het vreselijk dat dit gebeurt en waarom overkomt dit nu en mij en dit en had niet mogen gebeuren en dat en wat een klootzak is die partner van me dat hij er nu vandoor is met iemand anders en zo. Dus je gaat helemaal in het ego ga je als het ware verzetten en veroordelen en dat levert het lijden op. Dus zou je een ego zijn plus een spiritueel ontwikkeld zeg maar persoon die kan kijken naar het ego zonder zich daarmee te identificeren, dan zou je op het moment dat je partner vandoor gaat of iemand gaat dood, voel je die pijn, want er is zeg maar, een soort van verbinding die wordt zeg maar, op een hardhartige manier wordt die verbroken. Dat voel je als pijn, maar als je tegelijkertijd kunt zien, ik ben dat niet, dat is mijn ego, wat zich op een hele gezonde manier gedraagt. En je kunt dus ook die pijn herkennen als niet wie je werkelijk bent. En dus niet ervan dissociëren, maar juist een volledig omhelzen. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Als je ziet, ik ben dat niet, Okay. Dan mag je dat gevoel ook volledig de ruimte geven. Die volledige, heldere, onvoorwaardelijke, liefdevolle ruimte die je in werkelijkheid bent. Daarin mag dat gevoel dan gevoeld worden. En dan vindt zo'n rouwproces natuurlijk veel sneller plaats dan bij de meeste mensen die door hun verzet ertegen dat jaren weten te rekken. En dan krijg je al die stadia van Kubler-Ross, hè, van eerste stadium is ontkenning en dan verzet en dan onderhandelen. En dat kan je allemaal al overslaan. Je kan meteen naar, zeg maar, in harmonie zijn met het verdwijnen van die persoon uit je leven. Het doet pijn, maar dat is niet lijden. Pijn is geen lijden. En voor de meeste mensen is dat al op zich al een soort van onbegrijpelijk iets. Dan zei ik weet niet of ik spiritualiteit nu nog wel zo leuk vind. Als je toch niet van je pijn afkomt. Maar mensen hebben nog nooit meegemaakt dat je pijn hebt zonder dat je lijdt onder je pijn.
Omdat dat zo automatisch al vervlecht is met jouw identificatie ermee. Dus, dus voordat je dit hebt beoefend, weet je niet eens wat pijn is zonder eraan te lijden. En in werkelijkheid is pijn dus eigenlijk een ongelooflijk mooie, zelfnabije, melancholische, zachte, lieve, droeve staat van zijn. Die tegenwoordig, vaak zou je het in één woord, compassie kunnen noemen. Maar dan de werkelijke compassie. Niet alleen niet alleen de naam compassie en de lipservice, maar dat je echt dat helemaal ervaart. Ik ben heel blij met wat je nu zegt, want je hebt eigenlijk mijn bonusvraag al beantwoord. Dat was zo, hoe kun je liefhebben en tegelijkertijd onthechten? Daar was ik eigenlijk heel erg nieuwsgierig naar, omdat ik daar dus altijd zelf een beetje mee worstelde. Maar eigenlijk zeg je, het gaat er niet om dat je dat ego niet mag hechten. Het gaat erom dat jij je niet identificeert met het ego. Als ik je goed begrijp. En ik heb een aantal boeken geschreven over hoe je dan op een andere manier met je liefdespartner omgaat. Zodanig dat je dus niet in de ego-valkuil valt. Dat je elkaars angst om elkaar te verliezen, hè? Dus de verlatingsangst, dat je die van meet af aan gaat toedekken met geruststellingen. Bevestiging, zoeken, jaloezie. Zelfs na de eerste ontmoeting al heb je misschien een paar uur lang een heel blij gevoel, maar dan komt geleidelijk aan al de eerste onzekerheid van, zou het echt wel wederzijds zijn? Of zou ik het me toch vergist hebben? En dan ga je een appje sturen met ik vond het zo leuk om je te ontmoeten, hoe gaat het met je? Maar ondertussen, je wilt gerustgesteld worden. Je wilt van de ander even weer een berichtje van dat het inderdaad wederzijds is. En dat gaat dan van dag één, gaan mensen dat soms 5 tot 10 tot 20 keer per dag, gaan ze elkaar geruststellen met appjes. En dan natuurlijk ook nog dingen afspreken van wat dan voor eeuwig trouw blijven en contracten ondertekenen. Dat soort dingen. En dat is allemaal bedoeld. Zijn dat labmiddelen eigenlijk, Jan, bedoel je dat? Zijn dat labmiddelen van het ego? Verlatingsangst toe te dekken. Ja, oké. En het effect daarvan is dus dat ook de liefde verdwijnt. En dat in het gunstigste geval er een soort vergroeiing, een soort symbiotische vergroeiing ontstaat tussen twee ego's. En dat is dus zeg maar in zekere zin een ongezonde hechting. Een hechting die weer helemaal terugverwijst naar papi en mami. Mensen worden elkaars papi en mami. Ook gaan heel erg zeg maar zich nestelen in een soort nieuw gezinnetje. Ja, dat gezinnetje is eigenlijk een soort herhaling van waar we als kind ons min of meer veilig in hebben gevoeld. Of onveilig, maar dan denken we dat we het nu beter gaan doen in het gezinnetje wat we dan als volwassenen bij elkaar schrapen. En het is volstrekt normale reflex van het ego. Maar hierin zit dus al de oorzaak van heel veel ellende. Dus wat ik laat zien is dat het heel normaal is dat je die angsten hebt. Ja, je bent totaal gek op iemand en je voelt je zo gelukkig. En natuurlijk heb je die neiging om dan die ander te willen vasthouden en op een of andere manier aan je te willen binden en je verlatingsangst gerust te stellen. En dat heb je dan door. En daar ga je dan naar kijken zonder het te veroordelen. En daar kan je elkaar enorm bij helpen. Want vaak is het de partner die dat dan wel al een beetje door heeft, terwijl jij het zelf nog niet door hebt. Ja, als de partner heeft misschien al door dat bij het vijfde appje op dezelfde dag, dat het soort van, oh, zou die een moeilijke dag hebben? En dan kan de partner al zeggen, lieverd, je hebt zoveel appjes gestuurd vandaag, heb je het misschien moeilijk met jezelf? Ben je mij misschien nu aan het gebruiken als toedekker of zoiets? Ja, gewoon vriendelijk, ja, zonder veroordeling. Ja. En dan kan die ander zeggen, oh, wat lief dat je me erop attendeert, inderdaad. Ja. En dan kan je dus weer de blik weer van de ander kan je weer terug. Ja, en dat helpt en daarin elkaar helpen. Dus je kan elkaar helpen om afstand te nemen van het ego. En ironisch genoeg, want dat, sorry dat ik je onderbreek, maar ik vind, je zei net zoiets moois even tussen neus en lippen door, dat juist het afstand nemen je in staat stelt om het juist veel meer te omhelzen. Ja, dat is precies ook wat ze hebben in een spirituele liefdesrelatie. Neem je verantwoordelijkheid voor je eigen onveilige gevoelens. Hè? Je eigen angst dat de ander bij je weggaat. Dat los je zelf op. Daar ga je niet de ander voor zeg maar manipuleren om gerustgesteld te worden. En het effect is dat je, als je dat allebei doet, wederzijds, het effect is dus dat die bruisende zeg maar, verliefdheid van in het beginstadium,
die zal niet geleidelijk aan wegzakken in een soort, zeg maar, gezellig soort, we kennen elkaar nu al zo lang. Maar die blijft als het ware heel bruisend en heel spannend. En de commitment die in zo'n relatie ontstaat, ligt dus veel meer op het spirituele vlak dan op het ego elkaar geruststellen vlak. En wat is dat dan, Jan? Wat is dan die commitment op dat spirituele vlak? Kan je dat benoemen? Ja, dat is denk ik vooral een commitment aan je eigen spirituele groei. Ja. En als je een relatie bent aangegaan met iemand, is het een commitment dat je zoveel mogelijk probeert om die ander daarin te ondersteunen. Okay. Dus, dus je spreekt met elkaar af, we nemen allebei verantwoordelijkheid voor al onze gevoelens. Dus niet jij moet mij gelukkig maken als ik jou gelukkig maak. Maar we maken onszelf gelukkig en we gaan elkaar daarbij helpen. Mm-hmm. Ja, en natuurlijk, als je niet meer vanuit een plicht zeg maar met de ander omgaat, een plicht om de ander gelukkig te maken en een soort verbod om dingen te doen die voor de ander pijnlijk zijn, als dat verdwijnt, kun je eigenlijk veel meer bijdragen aan het geluk van een ander en draag je minder bij aan de pijn van een ander. Dus ook hier zie je weer dat al die mechanismes in het ego om een ander gelukkig te willen maken en om een ander geen pijn te willen doen, dat zijn allemaal contraproductieve mechanismes die dus eigenlijk het tegendeel bereiken van wat je er eigenlijk mee wil bereiken. Want je wil graag bij iemand blijven en liefde blijven ervaren. En alles wat je doet vanaf dag 1 is eigenlijk daarop gericht, maar heeft als resultaat dat je de liefde juist kwijtraakt. En vaak de partner ook, want na een tijdje, zeg maar, elkaar volledig gerustgesteld te hebben, als je 10 jaar lang, zeg maar, helemaal vergroeid bent met elkaar en je hebt geen enkele angst meer dat de ander ooit bij je weg zal gaan, dan is dat meestal het stadium waarin een van beiden of allebei verliefd wordt op een andere. Ja, want die ander is dan weer een nieuw mens. Terwijl die persoon waar jij ooit, zeg maar, verliefd op werd, is gewoon een soort helft van je eigen ego geworden. En je bent niet verliefd op je eigen ego. Ook niet als het in een, zeg maar, deels een ander lijf heeft. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het. Ik vind het ook fascinerend wat er in mijn hoofd gebeurt nu. Omdat mijn ego, merk ik ook, zit een beetje, ja, het is ook een beetje, ik vind het niet heel romantisch, Jan, dit verhaal, weet je wel. Dus dat merk ik dat mijn ego nu vertelt. Ik voel het wat je zegt. Ja. En tegelijkertijd merk ik dus ook misschien mijn eigen behoefte aan. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee, maar ik geloof, ik ben zelf super romantisch. En ik geniet enorm van romantiek. En dus absoluut niet, dit is echt niet een manier van dat het niet meer romantisch zou zijn. Ja. Ook romantiek kun je als het ware heel erg van genieten en met elkaar delen. Zonder dat daarin die neiging zit om dat te willen vastleggen, ja, te willen veiligstellen. Dat is hier, ik bedoel, de romantischste ontmoetingen waren toch voornamelijk, zeg maar, het eerste jaar dat je elkaar kent, waarin de ander nog een soort zelfstandig persoon is. Je hebt vaak nog een eigen huis ook dan. En je hebt nog een eigen inkomen. Je hebt nog een eigen vriendenkring. In die tijd is de romantiek, zeg maar, op zijn hoogtepunt. Ja. Maar tegelijkertijd zijn we in dat eerste jaar zo op alle fronten bezig om die ander zijn zelfstandigheid en zijn eigenheid in te lijven in onze eigen, zeg maar, ideeën over hoe een relatie zou moeten zijn. Het is zo fascinerend hoe dat werkt. Ja. En zo grappig ook. Je ziet dat bijvoorbeeld, sommige mensen kennen dat misschien wel, de knipperlichtrelatie. Ja. Dat is wat zich voordoet als mensen gewoon op een traditionele manier, zeg maar, verliefd worden op elkaar en dan vrij snel ook gaan samenwonen. En een tijd lang hebben ze het goed en dan gaat het schuren. Dan merk je dat bij één of beide partners er steeds meer ongemakkelijkheid insluipt. En dit verschijnsel doet zich vooral voor als mensen dan tamelijk realistisch zijn en dus niet eerst elkaar volledig de grond inboren met haat en nijd, maar voor die tijd al zeggen van het werkt niet, laten we uit elkaar gaan. Hmm. En dan besluiten ze dat, is min of meer in harmonie, soms een beetje, de een stribbelt een beetje tegen de ander, maar goed, je gaat uit elkaar, je laat elkaar los, je ziet elkaar een half jaar niet. En dan komen ze elkaar tegen en dan slaat onmiddellijk de vlam in de pan. Zijn ze ineens knetterverliefd op elkaar, vrijen de sterren van de hemel, romantiek tot hier, weet je wel. En de vergissing die mensen dan maken is dat ze gaan denken, het uit elkaar gaan was een vergissing.
En dan gaan ze weer bij elkaar wonen. Was een vergissing om uit elkaar te gaan. Nee, juist omdat ze uit elkaar gegaan zijn en elkaar even weer, zeg maar, ontward hebben. Al die haakjes en oogjes van ego's geruststelling weer uit elkaar en even door die pijn gegaan zijn van dat scheiden. En dan zien ze elkaar weer als, dit is een zelfstandige persoon. Niet iemand die bij mij in hetzelfde bed slaapt, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik zeg ook vaak in mijn cursus, samenwonen is funest voor de liefde. Dat is een beetje provocerend. Maar er zit beslist een element in van als je de hele dag door met elkaar samen bent. En natuurlijk ook dat samen zijn heel erg benut voor die continue geruststelling dat je nooit met elkaar in de steek gaat laten en zo. Dan verdwijnt dus inderdaad de liefde. Dus mijn advies is eigenlijk altijd van ga uit elkaar als je nog van elkaar houdt. En eventueel als je kinderen hebt, en dan moet je natuurlijk, het is heel praktisch, is het vaak heel lastig en financieel ook. En dan moet je soms in hetzelfde... Maar wacht even, je kan dus ook bij elkaar zijn, maar dan op een andere manier, toch? Dus we moeten niet allemaal gaan latten nu, toch? Nee, dat hoeft niet per se. Maar als je wel in hetzelfde huis woont, en dan zou je echt veel meer nadruk moeten leggen, veel meer belang moeten hechten aan periodes dat je niet samen bent. Dus dat je bijvoorbeeld dat beide partners één weekend per maand gewoon weg zijn. Dat is dus je zelfzorg om jezelf dus... Ja, om je ego en bijna een soort van om je ego even lucht te geven of zo. Om ook eventjes weer die eigenheid terug te vinden. Natuurlijk ook altijd allebei je eigen geld houden. En je eigen vriendenkringen ook houden. Niet alles bij elkaar gooien. En je eigen hobby's ook houden. En dat soort dingen. Dat is niet dat zie je ook dat mensen delen van hun eigenheid gaan amputeren. Vaak gewoon uit gemakzucht. Is gewoon makkelijker om gewoon samen dan maar dingen te gaan doen of zo. En daar sluipt gewoon ontzettend veel gemakzucht in. Dat is naar mijn idee, een spirituele relatie is gewoon een relatie waarbij je al die neigingen van het ego om zeg maar eigenlijk in een soort diepere slaap te vallen, om dat om te keren en dat te gebruiken als hulpmiddel om juist wakkerder te worden, om bewuster te worden, om liefde belangrijker te vinden dan veiligheid. Als ik daar even op aan mag haken, want ik heb al mijn vragen, ik heb me helemaal voorbereid met al mijn vragen, maar je maakt het veel mooier dan ik het had kunnen bedenken nu. Dus ik ga nu aansluiten op jou. En wat ik aan jouw verhaal nu zo prachtig vind is, en wat mij zo raakt, is dat ik me besef van het aantal dwaalsporen dat mijn ego de hele tijd maar uitzet. Je had het in je Stoppen met Roken boek. Een van de dingen die voor mij een sleutel was in dat boek, was, je bent bang dat het niet lukt, hè, stoppen met roken. Weet je waar je nog meer bang voor bent? Dat het wel lukt. Ja. En op die manier zet je jezelf klem. En dat was voor mij zo'n... Ik krijg nog een keer dat was voor mij zo'n eye-opener, omdat ik dacht, ja, zo word ik dus klem gezet. Ja, ik kan dan echt dus geen kant op. Ja, en dat mag niet wel lukken en dat mag niet lukken. Dus toen voelde ik... Dat was het eerste moment dat ik, denk ik, mijn ego betrapte. Dus zo voelde het. Ja, precies, ja. Dat je even, Maar er zijn zo nu ook dat ik denk van, ja, Jan, dat kan wel wat je nu allemaal zegt. En ik geloof je nog ook, hè. Maar, dus wat wil je zeggen tegen mensen die eigenlijk nu ook... Ja, ik heb hier nu staan van, hoe voorkom je dat je verdwaalt in die dwaalsporen die dat ego uitzet telkens? Ja, ik denk de belangrijkste methode is deze, zeg maar, Dzogchen-beoefening. Je moet gewoon ergens beginnen met elke dag pakken. Ja, je moet gewoon oefenen. Ja, gewoon 3 of 4 keer per dag 5 minuten is wat ik mijn beginnende cursisten altijd aanbeveel. Niet al te lang achter elkaar zitten, want dan wordt het toch weer een soort worsteling vanuit het ego tegen het ego. Dus 5 of 10 minuten hoog uit als beginner. En dan de methode is vooral niet recht tegen het denken. Dus het is ook geen methode, het is geen kalmeringsmeditatie. Nee. Je mag gewoon regelmatig afdwalen met je gedachtes. Het enige wat je oefent is niet oordelen. Dus zo bewust mogelijk kijken naar wat je ervaart. En niet oordelen, niets eraan veranderen. Het mag. De eerste jaren loop je de hele tijd te zeggen, geef niks, mag best, laat mij maar. Laat me maar even dat gewoon doen. Je ziet je ego, zie je allerlei ego-trucs uithalen. Het is oké, zodra je het waarneemt, is oké. Kijk er maar naar, het is oké. Niet oordelen. Dus wat je hier ziet is eigenlijk de middenweg
tussen versmelting en dissociatie. Mm-hmm. Je hebt zeg maar, dat je versmolten bent met je ego. Dat zijn al die mensen die niet eens weten dat er zoiets bestaat als een aangeleerd zelfbeeld. Mm-hmm. Die zijn gewoon hun aangeleerd zelfbeeld. En dan heb je al die mensen die, zeg maar, tegenwoordig zijn dat er heel veel, die al een klein beetje, zeg maar, psychologisch bewustzijn hebben. Dus een beetje reflectie hebben beoefend. Mm. Die af en toe naar zichzelf kijken. Onder invloed van natuurlijk al die kennis die er tegenwoordig over is. En onder invloed van wat je als volwassene meemaakt. Dat namelijk je ego af en toe gewoon in de knel komt. Bijvoorbeeld met een verslaving of in een relatie knel komen te zitten. Dus je krijgt geleidelijk aan door van er werkt iets niet aan dat aangeleerde zelfbeeld. Je wordt je bewust van een bepaald patroon in je ego. Maar de eerste reactie daarop is dan weer dat je daar een soort gêne voor voelt. En dat je vanaf wil. Dit bedoel ik. Ja, dus dan wil je er vanaf en dan ga je bijvoorbeeld therapie volgen of training. Om van dat nare patroon af te komen en het te vervangen door een gezonder patroon. En dan ga je weer in. Het ego trekt je dan weer in de. Ja, dus het blijft identificatie. Ja. Niettemin, je kan het ego op die manier wel wat beter laten functioneren dan het vanuit je opvoeding deed. Ik gebruik vaak het voorbeeld van, je hebt bijvoorbeeld angst om in groepen je mond open te doen. Dan word je verlegen en een beetje, je schaamt je dan een beetje. Dat, als je dat dan doorkrijgt vanuit je ego, heb je daar meestal gêne over. En vind je het slap van jezelf dat je je mond niet durft open te doen. En dan ga je misschien een cursus spreken in het openbaar doen. Waar je dan jezelf wel een plezier mee doet. Maar je doet dat dan nog wel vanuit de afwijzing van je oude patroon. Hmm. En als je, zeg maar, psychologisch werk zou combineren met spiritueel werk, dan zou je kunnen zien, oké, ik herken mijn ego. In mijn ego zit een angstpatroon in, zeg maar, spreken in groepen. Dat is ontzettend schattig. Dat is zo kinderlijk, weet je wel. Dus dan ga je het niet veroordelen. Maar dan laat je je vertederen door je eigen egopatroon. En dan zeg je natuurlijk, maar ik doe mezelf een groot plezier door dit wel eventjes, zeg maar, te veranderen. Door mij hier, zeg maar, het geschenk te geven van leren spreken in het openbaar. Hmm. Dus je verandert dan nog steeds ook iets aan je ego, maar niet langer vanuit zelfafwijzing, maar vanuit vriendelijkheid. En hier herken je dus ook weer precies die methode van de opluchting, van hoe benader je het roken. Niet vanuit je bent een rund en je gaat er aan dood, het is ongezond en je partner stinkt en dat soort dingen. En nou moet je er eindelijk mee ophouden, sukkel die je bent. Nee. Je ziet ineens van, verdomme, ik heb hier dus helemaal niks aan. Ja. Het brengt me werkelijk niks als alleen maar beknelling en angst voor als ik niet stop en angst voor als ik wel stop. En zelfs toen, hè Jan, want ik heb jou later nog gemaild van, ik ben er bijna ingetrapt nog, toen was ik 2 weken gestopt. En toen zei mijn hoofd, het is zo makkelijk om te stoppen met roken, kan je later ook doen. Ja. Dat is de valkuil bij die makkelijke methode. Ja. En ik krijg regelmatig nog mailtjes ook van mensen die zeggen van, runtie, ik ben, dan ben ik toch weer begonnen. En nou is het helemaal niet meer zo makkelijk. Dan, ik heb je boek nog 10 keer gelezen en het raakt me niet meer. Hè? Dat is natuurlijk logisch, want die eerste keer, ja, ik kan me dat wel voorstellen. Ja. Deze is echt die verrassing. En de tweede keer, wat het verschil is met die eerste keer, is dat je de eerste keer toch je even hebt laten verleiden naar die vriendelijkheid, naar die niet veroordelen dat je aan het roken bent. Je bent geen roker, je hebt een rookverslaving. Ja? Ja. Dat is een grote verschil van niet je. Dat weer het observeren, hè? Ja, dat is de rode draad in jouw werk, hè? Ja, kijken met vriendelijkheid ernaar en zo. Ja. Maar die tweede keer heb je sowieso de extra afwijzing van, wat stom, ik was er al, ik had het helemaal gevonden, ik was er al vanaf, runtie, ik ben, dan ben ik toch weer begonnen. Ja, en daarom is het de tweede keer moeilijker om af te komen, omdat je een extra reden hebt om jezelf af te wijzen. Dus ook daar moet je dan weer naar leren kijken. Met een soort van, nee, is heel normaal. Mensen trappen gewoon soms in die valkuil. Gedaan, terugval. Denk, het is zo makkelijk. Nog wel eens, ik ken iemand van nabij die een jaar achter de rug heeft waarin die zo'n beetje elke 2 weken stopte. Ging zo makkelijk. Ik vind het zo makkelijk, ik heb geen enkel probleem. Dan, en na 4 dagen begon die dan weer. Ja, dan was het gewoon toch weer op een of andere manier in een rotbui. Ja, dus ja, echt, In mijn eigen proces vond ik dat wonderlijk. Dat ik dacht dat nog een valkuil werd. Dat het zo makkelijk was dat ik dacht, maar dan kan het ook later. Dan kan ik toch net zo goed. Ongelooflijk. Ja.
als ik het gewoon, ja, ik zie toch als rode draad telkens dat leren observeren, hè? Dat leren afstand nemen en er dan naar kunnen kijken in plaats van toch? Ja, maar dat is de helft van het verhaal. Het begint inderdaad met observeren in plaats van identificeren. Mm-hmm. Maar kijken, met in dat stadium ook die valkuil van afstand nemen van, ja, waar we het begin over hadden, dus dat je eigenlijk juist minder gaat voelen. Ja, dus dissociatie inderdaad. Wat is namelijk nog meer nodig, behalve helder kijken? En dat is helder kijken met liefde. Okay. En dus eigenlijk moet je pas als je echt houdt van je eigen beknellingen, dat klinkt heel bizar, maar pas als je kunt kijken naar je ego, wat bijvoorbeeld bekneld zit in, ja, iemand is bij je weggegaan waar je van hield en je zit thuis te kniezen en je hebt misschien wel jaloezie en eenzaamheid. En dan komt door veel oefenen, komt dan midden in zo'n buik, komt dan dat heldere deel naar boven wat eerst kijkt. Oh, ik ben het weer aan het doen in plaats van mijn ex is dit aan het doen. Ja, die levert mij deze shit. Nee, ik ben het weer aan het doen. Ja, ik herken ineens dat ik hier mijn eigen lijden aan het veroorzaken ben door heel erg verkrampt het niet te willen voelen en heel erg veel te denken dat het door een ander komt. En dat herken je dan. Maar dan moet ook die vertedering komen. En de makkelijkste, de minst moeilijke manier is door toch het ego telkens weer terug te herkennen als iets kinderlijks. Van kinderen kun je eigenlijk dat wel, kun je dat zien. Als een kind bang is of als een kind boos is, dan kun je, zeker als het niet je eigen kind is en je bent al helemaal overstrest als ouder, maar je kunt zo'n kind dat zien, dan raak je vertederd. Dan zeg je, oh wat schattig, het is helemaal oké. Je mag je helemaal boos voelen of verlaten of eenzaam. En pas als je dus echt vertederd kunt raken door je ego's beknelling, zal die beknelling oplossen in die vertedering. Daar kan niks tegenop. Zou ik zeggen. Liefde is uiteindelijk dat wat al het lijden doet oplossen. Omdat lijden uiteindelijk niet herkende liefde is. Ja, lijden is uiteindelijk, wordt veroorzaakt door het niet. Wacht even, Jan. Daar kan je niet overheen lullen. Lijden is niet erkende liefde. Dat is toch wel een fantastische uitspraak. Een mooie uitspraak, hè? Wow. Ja, want waar lijden we onder? Het lijkt of we lijden onder nare omstandigheden. Maar waar we onder lijden, is het niet willen voelen ervan en het verharden. Ja, dat is een van ego's meest diepe overlevingsstrategieën. Als je pijnlijke emoties hebt, dan probeer je met verharding een soort on top te blijven. Een soort het onder controle terug te krijgen of iets. Dus het is in beeldspraaktaal, in poëtische taal, je sluit je hart. Ja, misschien was het even open omdat je van iemand hield, maar die persoon gaat er ineens vandoor. Bam, weet je wel, dat doet pijn. En dus bam, je sluit je hart, je verhardt. En als je dat leert zien, dan is dat soms al een begin van verzachting. Van een begin van compassie. En dan uiteindelijk dus, als je dan erin slaagt om die verharding weer los te laten, om dus als het ware te gaan kijken, met een soort met liefde te kijken naar die neiging van het ego om te verharden. Dan zie je dat die verharding oplost in die liefde. Dus het was het niet herkennen van je eigen inherente staat van liefde, door hem niet te herkennen, door hem te ontkennen, en door dus als het ware het tegendeel te doen van wat liefhebben is, namelijk te verharden en te bestrijden. Ja, daarom lijden we. Dus je zou kunnen zeggen, lijden is het symptoom van het niet herkennen van liefde. En die liefde is dus onvoorwaardelijk dan ook? Ja, precies, ja. Dus dat is ook, dus het is niet soort van, je houdt alleen maar van een gevoel als het een soort van mooie gevoel is. Ja. Dat is niet zo moeilijk om daarvan te houden. Maar je houdt dus inderdaad onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk is dus ook, stel, ik noem maar even iets bizar, stel dat je om welke reden dan ook eventjes zo totaal in je ego verstrikt was, dat je iets zo totaal stoms deed en dat je bijvoorbeeld iemand om zeep geholpen hebt. Noem maar iets heel extreems. Ja. Dan zou je daarna natuurlijk verschrikkelijke schuldgevoelens hebben en weet ik veel wat voor nare beknellingen en heel erg de neiging hebben om dan te verharden. En als je dan, ja, als je dan in staat zou zijn, maar dat zou dus pas kunnen na heel veel oefenen. En vermoedelijk zou je met heel veel oefenen je nooit meer tot zoiets
laten verleiden. Zou je al in een iets eerder stadium doorhebben van, oh, wacht even, ik ga hier helemaal de mist in. Maar toch theoretisch, hè? Zodra je dat met liefde omhelst, is de beknelling verdwenen. En als de beknelling verdwenen is, mensen reageren dan vaak ook nog van, ja, maar dat betekent dat dan dat je dus dan zomaar ook alles mag doen, gewoon. Ja, maar dat is weer zo'n dwaalspoor van het ego. Dat zou dan weer het ego's dwaalspoor zijn, hè? En dan zou je zeggen, nee, want stel bijvoorbeeld dat je een conflict hebt met iemand op je werk. En stel dat je die neiging van het ego om de ander hier verantwoordelijk voor te stellen en om al te broeden op hoe zet ik hem dat betaald en dat soort, hè, dat is de gebruikelijke manier. En stel dat je dan thuis hiermee gaat beoefenen en je krijgt het helemaal door. Je lost eerst je eigen verharding op. Vervolgens herken je in het gedrag van de ander, herken je ook de verharding van de ander. Je zegt, oh, dus die ander was eigenlijk ook gewoon maar bezig met wat we allemaal zo ons best voor doen, namelijk gelukkig te zijn en geen nare gevoelens toe te laten. En dan herken je dat in de ander. En dan is het nog steeds zo dat je natuurlijk de volgende dag op je werk moet je wel naar die ander toestappen. Maar dat is een groot verschil of je dan naar die ander toestapt vanuit je oude wrok van collega, klootzak of wat dan ook. Of je stapt naar die ander toe en je zegt wat er gisteren gebeurde toen jij dat of dat of dat zei. Zo, ik voelde me eerst heel erg afgewezen en daarna heb ik dat wel gezien waar dat bij mij aan ligt. En ik zou daar met jou even over willen praten. Van wat was dat bij jou dan? Waarom zei jij die dingen toen? Heb ik dat verkeerd begrepen? Of is dat bij jou iets wat bij jou bekneld zit of zo? Enfin, natuurlijk, niet iedereen doet mee met zo'n gesprek. Als iemand dan meteen weer afhaakt en afwijst, dan weet je al van, oh, nou ja, met deze collega ga ik geen vruchtbare werkrelatie opbouwen. Dus dan kan je je terugtrekken van mensen. Ook dat is niet verkeerd. Relaties beëindigen is niet verkeerd. Maar dat doe je dan pas als het blijkt dat er geen liefdevolle communicatie mogelijk is. Ja. Nog één laatste vraag. Ik wil eigenlijk even terug, omdat ik het zo mooi vond, omdat ik ook net een gevoel kreeg wat ik even wil benoemen. Toen je zei, lijden is niet erkende liefde en het prachtige verhaal wat daarachter kwam. Toen schoot bij mij, ik een beetje half vol. Ik dacht van, ja, eigenlijk is dit echt vrijheid, toch? Mm-hmm. Ja, vrijheid is een andere term. Ja, dat is een beetje wat mijn associatie erbij. Wat, ja, ja, liefde, helderheid. Liefde is een mooi woord natuurlijk, maar als je de staat van zijn die daar dan in ligt, dat lijkt wel een soort van alles. Ja, ik weet niet hoe ik moet zeggen. Het is een staat van vrijheid, maar vrijheid heeft in onze cultuur een connotatie die je er zo eigenlijk niet aan wil verbinden. Nee. Want vrijheid lijkt in onze cultuur heel vaak je nergens druk om maken en je vooral, je lijkt meer op vrijblijvendheid eigenlijk. Ja, oké. Hoe zou jij het beschrijven dan? Want het gevoel was het. Ik denk dat het gevoel wel klopt, maar het woord niet. Ja, nee, het is vrij in de zin van vrij van beknelling. Dus als je zegt, onvrijheid is een beknelling, een emotionele soort klem zitten in een soort van wisselwerking tussen gedachten en gevoelens, hè, die elkaar heel erg in stand houden en geen uitweg weten, dat is beknelling. Mm-hmm. En deze methode helpt je dus inderdaad om uit die beknelling te stappen, omdat je uit de identificatie met het hele systeem stapt. Dus zolang je nog het systeem probeert te veranderen, blijf je in ieder geval enigszins bekneld erin. Zodra je het herkent als dit is niet wie ik werkelijk ben, kun je als het ware je bevrijden van die beknelling. En die vrijheid die dan ontstaat, is natuurlijk wel een vrijheid waarin je alles liefdevol kunt omhelzen. Want dat is het grote verschil met grenzeloosheid misschien? Geen hoe? Grenzeloosheid? Ja, grenzeloosheid ook. Maar ook dat heeft in de psychologie weer een connotatie die we niet altijd even gezond vinden. Dus het is grenzeloos, het is zelfs de term egoloos is een beetje van toepassing, maar die wordt vaak weer verkeerd begrepen alsof er dan geen ego meer zou zijn. Nee, ja, ik vond de opluchting vond ik natuurlijk wel een briljante titel voor dat boek, want dat gaat dus niet over stoppen met roken, het gaat over de opluchting dat je niet meer hoeft te roken. Ja, niet wat je beëindigt, maar wat je opent. Hè? Ja. Ja, en dat gevoel kreeg ik erbij bij dit verhaal van dat je niet meer hoeft. Dat je, dus dat is ook waarom we in Dzogchen ook liever niet de term egoloos gebruiken, omdat het toch suggereert dat je ergens vanaf moet. Je hoeft nergens vanaf. Nee. Echt, je hoeft nergens vanaf. Je hoeft alleen maar ontdekken wie wat je werkelijk bent. En dat is al die grenzeloze, open, liefdevolle ruimte. Je hoeft het alleen maar te erkennen. Dus dat vind ik het bijzondere aan dit verhaal inderdaad. Ja, erkennen. Maar erkennen begint weliswaar met
dat snappen en denken, maar het kan niet zonder ook werkelijk elke dag te oefenen in erkennen wat je op elk moment dan, tijdens je meditatiesessietjes, ja, wat voel ik op dit moment, en daar niet over oordelen. Je verveelt je tijdens meditatie, is oké. Je irriteert je tijdens meditatie, is oké. Je krijgt nare gevoelens over wie dan ook tijdens meditatie, is oké. Je bent eigenlijk oefenen in alles wat ik waarneem, is oké, want niet wie ik werkelijk ben. Ja? Nou, ik heb het je wel eens zien doen bij een workshop, dat je niet gewoon begon, maar dat je zei, ik neem even een moment om me bewust te worden van het feit dat ik hier ben nu. Ja, dat is toen ik pas begon met lezingen voor grotere zalen, was ik natuurlijk best nerveus. En die neiging om dan juist heel erg in je rol te stappen. Ja. Ja, die had ik dan al door. Dus ik begon vaak ook met gewoon even stil te zijn. Of gewoon te vertellen. Ik ben bloednerveus vanavond. Ja. En ik laat het maar even gebeuren. En dan maakte ik wel een grapje erover. Een soort van, waarschijnlijk zal ik over een minuut of twee of drie wel beginnen met mijn verhaal. Dus tot die tijd zullen we even om ons heen kijken. Zo, dat soort dingen. En dan mensen hebben dat op een of andere manier, vinden dat prettig. Dat je niet moeilijk doet daarover. Ja, mooi. We zijn qua interview nu door de tijd, maar volgens mij hebben we een heel mooi rond verhaal. Wat ik al zei, veel inspirerender nog dan hoe ik het van tevoren een beetje had bedacht. Dus heel erg bedankt. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk waarschijnlijk heel veel mensen hier die nu, en misschien ook online, die dit webinar terugkijken, die zeggen van, ik wil bij de Jan wel even een training volgen. Heb jij nog plek? Heb jij een website? Mag ik reclame maken? Ja, ik geef regelmatig weekendworkshops. Dat heet weekendcursus. En de ene cursus, dat gaat dan op vrijdag, zaterdag en zondag. En de ene gaat over Dzogchen, wat ik nu verteld heb. Die manier van kijken naar je eigen geest. En de andere gaat over spirituele relaties, waar we het ook al over gehad hebben. Van hoe ga je met een partner die je al heel lang hebt, of een partner die je net hebt leren kennen. Maar hoe deal je dan met dat verlangen om zo'n relatie, als het ware, opener en vrijer te houden. En liefdevoller te houden. Dus daar geef ik twee cursussen over. En dat zijn de live cursussen die ik nu geef. En dan heb ik ook een online cursus over liefdesrelaties. En ik heb een online cursus over opvoeden. En die kun je helemaal in je eigen tijd op video kun je die doorwerken. En daar geef ik dan eens in de maand een soort vraag- en antwoord sessie. En dat zijn dus gewoon gezellige gesprekken die ik voer met ouders of met, zeg maar, geliefden of single mensen die problemen hebben met relaties of met het ontbreken van een relatie. En dan geef ik ook nog een jaarcursus. Die begint weer in september. Mm-hmm. En dat zijn 12 lessen online. Elke dinsdagavond live. Dus ik geef live geef ik meditatieles en spirituele onderricht. En mensen kunnen daarin ook vragen stellen. En in Zoom kan je ook in kleine groepjes werken. Hè? Dus de breakout rooms gebruik ik. Zodat mensen ook aan elkaar eventueel kunnen groeien. Dus dat vind je allemaal op mijn website, jangeurts.nl. Mijn schuld, dat je dit doet. Dus dat je nu die reclame maakt, dat moest van mij. Hè? Dus, ik mag dat van mezelf ook wel. Oh, gelukkig. Maar je moet me eraan herinneren, want meestal vergeet ik het. Jangeurts.nl, dames en heren. Ik denk dat heel veel mensen, ik zou zeggen, ga daar eens kijken, want het heeft mij persoonlijk bevrijd. En ik denk dat je op basis van dit verhaal wel een heel goed idee krijgt ook van wat daar allemaal te halen valt. Jan, ik ga de opname dan stoppen en dan gaan we even terug naar al die leuke mensen die zitten te luisteren. Ja. En dan kunnen we nog vragen beantwoorden die inmiddels zijn verzameld.